Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je kijkt naar een heel kaal gezicht, want ik wil met jullie een make-up lijn gaan testen. Namelijk de Mau-Mau lijn van Monica Geuze en Danique Bossers. Ik heb hier de producten. Hun hebben een complete vegan lijn geïntroduceerd en deze collectie lag vanaf november in de winkel. Ik kwam deze 2 weken geleden tegen met 50% korting. En ik had even de website gecheckt van het kruidvat waar deze lijn exclusief te koop was of is. En ik zag dat de collectie er nog steeds op stond. Dus ik dacht, nou, is het wel leuk om deze producten in een video te gaan testen. Ik ga even de producten met je doornemen en daarna ga ik ze aanbrengen om te kijken wat ik ervan vind. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik van deze collectie vind, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, toen de collectie net in de winkel lag, kreeg je ook een armbandje erbij. Dat is deze. Dat is een love armbandje van Mau-Mau. Ik heb deze niet gekregen bij aankoop van deze producten, maar ik heb deze gekregen, opgestuurd gekregen door een van jullie. Deze zat bij een kerstkaart, dus ik vond het wel super leuk om deze nog even te laten zien. Ik weet dus niet of je hem nog steeds bij krijgt. Ik ga altijd bij de zelfscan, dus dan krijg je ook niet altijd standaard de producten erbij. Er stond ook niet bij dat er zit een gratis product bij, maar deze was bij aankoop van 10 euro. De producten die in deze lijn zitten. Ik heb hier een pre-make-up mask en het is een matte variant. Je had blijkbaar ook een glimmende, maar ik heb de matte variant. Dan heb ik hier de Eye Lip and Face Balm. Dat is deze. Waar het dopje nu van afgaat. Ik heb een setting spray. Dit is ook een matte variant. Die had je ook in een glimmende variant. En als laatste het kitje. En ik heb de rode variant. Ze hadden ook alleen nog de rode variant. Maar ik weet dat ze 3 kleuren hadden. En waarschijnlijk had ik sowieso voor de rode gekozen. Want ik hou heel erg van rood. Nou ja, tijd om de producten te gaan testen denk ik dan maar. Nou, we gaan beginnen met de pre-make-up mask matte. Ik moet wel echt zeggen dat ik de verpakking heel mooi vind. Zo'n matte tube met zwart en dan witte tekst erop. Ik ga even lezen wat achterop staat. Leave-on mattifying mask. Breng een dunne laag van het masker aan op het gezicht en de hals. Laat deze 10 tot 15 minuten intrekken. Het is een leave-on mask, dus je kunt nu je make-up aanbrengen. Het masker heeft een matterende werking en is ook te gebruiken als primer. Achterop vind je de ingrediëntenlijst en dus meer informatie. Het is dus een tubetje met een normale opening. De producten waren verder niet gesealed. Deze dus, ja, dat is wel een beetje jammer, want de kans is dus heel groot dat ze misschien al getest zijn. Dat had misschien iets beter gekund, maar oké. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit masker, dus ik ga deze nu eventjes aanbrengen. Ik heb even een klein spiegeltje naast me neergezet, zodat ik zelf ook een beetje kan zien wat ik doe. En ik ga nu gewoon een beetje van dit product op mijn hand aanbrengen. Je ziet eigenlijk dat hij best wel wittig is. Ja, hij voelt een beetje creamy aan, moet ik zeggen. Dus ik ga dit nu gewoon even op mijn gezicht aanbrengen. Ik heb hiervoor ook al mijn oogcreme aangebracht. En ook mijn dagcreme. Hij ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Hele aangename geur, heel fris. Hij voelt wel vrij dik aan. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Waar ik zelf heel erg bang voor was, dat hij heel geparfumeerd zou zijn. En dat merk ik nog niet, want ik heb hier een puistje die is uitgeknepen. En ik moet zeggen dat het geen pijn doet nu ik er overheen ga. Hij trekt wel lekker in mijn huid, heb ik het idee. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ja, op zich voelt het niet heel verkeerd aan, moet ik zeggen. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik ga dit even laten intrekken. Dan ga ik even de rest van mijn make-up doen voor zover dat lukt. En dan ga ik zometeen verder met de rest van de producten om die te testen. Maar dan zit er in ieder geval even de basislaag en zo op. Dus dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, inmiddels heb ik de rest van mijn make-up even gedaan voor zover dat lukte.
En nu ga ik door met de eye, lip en face balm. En dat is deze. Je ziet al dat het een best wel plat tubetje is. Deze is glimmend. En deze kun je gebruiken voor je wenkbrauwen in vorm te houden. Of ook als lipgloss. Je creëert highlights op wangen en oogleden en schouders. Hij verzorgt en verzacht ook droge plekjes. Ik ga deze alleen gebruiken op mijn wenkbrauwen. Want ik weet dat in dit setje een matte lipstick zit. En dan vind ik het niet zo mooi om die glimmend te maken. Dus ik ga hem alleen even op de wenkbrauwen proberen. Dus ik heb even een spoelietje meegebracht. Ik heb deze van Echo Tools. Daar ga ik het even mee doorkammen. Ik zal jullie even wat inzoomen en dan gaan we dat even aanbrengen. Nou, ik ga dit gewoon een beetje op mijn vinger maar aanbrengen. Er zit een pompje op. Ah, er komt al vrij snel product uit. Dus dat is top. Ik ga dit gewoon een beetje met mijn vinger aanbrengen en dan uitblenden. Ik heb al wel veel te veel van het product, zie ik al wel. Hij voelt heel plakkerig aan. Echt super gek. Nou, dan gaan we hem even doorkammen. Gaat op zich vrij soepeltjes. Dat is top. Ik denk inderdaad wel door de plakkerige formule dat het echt goed op zijn plek blijft zitten. Ik heb er gewoon ook een wenkbrauwpoeder onder gedaan. Want ja, dat is wel zo mooi, vind ik zelf. Als ik mijn wenkbrauwen niet doe, dan voelt het als niet af. Maar ik merk wel dat je haren er heel snel aan vast blijven plakken. Dus dat is wel iets. Maar hij borstelt wel makkelijk door. Dus ik weet niet of die hard gaat worden. Het is natuurlijk een first impression. Maar voor het eerste moment denk ik, ja, het is wel oké eigenlijk. Dan gaan we door dus met dit kitje. Met de producten die hierin zitten. In dit kitje zit een highlighter, een lipstick en een mascara. Je ziet hier ook de kleuren nog erop staan. Ik ben wel heel erg benieuwd. Het is een red highlighter, matte liquid lip red en een black mascara. Het is wel heel erg leuk dat het ook in zo'n etuietje komt. Dat maakt het ook heel erg leuk om cadeau te geven, vind ik. En hierachter krijg je dan nog een blaadje met de twee dames erop. Die ook inderdaad echt de rode lipsets hebben. We gaan gewoon beginnen met de highlighter. De highlighter zit in een doosje, zwart, glimmend. Er staat alleen de ingrediëntenlijst op de achterkant, dus verder niet heel erg veel. Dan is dit de highlighter. Hij is echt wel heel erg rood. Dus ik vraag me af of dat mooi gaat zijn. Ja, rood-goud, een beetje, ja, ik weet niet. Als ik hem zo in het licht hou, vind ik hem ook wel goudachtig. Maar op de camera komt hij wel echt een beetje roodachtig over. Dus die ga ik nu even aanbrengen. Ik zal jullie daar ook eventjes bij inzoomen, zodat je ook even kan zien of dat er echt kleur van afkomt. Nou, we hebben een kwastje. Dus we gaan het product allereerst eventjes op het kwastje aanbrengen. Oeh, hij wordt inderdaad al gelijk, hij neemt goed op, zoals je kan zien. Dus... ik weet niet of je echt wat ziet gebeuren. Ik zie heel licht, zie ik hem opkomen. Ik hou wel van een beetje meer highlighter, dus ik ga hem ook echt een beetje opbouwen. Ja, hij komt wel. Hij is wel mooi. Hij is minder rood dan ik had verwacht, gelukkig. Want ik dacht, als het echt zo rood is, dan ja, is dat nogal wat. Jawel, met een beetje opbouwen komt hij er wel. Wow. Dan doe ik een klein beetje op het bruggetje van mijn neus. Zo, een puntje en dan een heel klein beetje hier. Dan ga ik hem niet weer opnieuw ervoor indopen. Want ja, anders dan heb ik echt zo'n hele rode vlek. Dat wil je ook niet. Een beetje op het cupidoboogje. Ja, hij glimt wel hoor. Hij is wel heftig.
Ik weet niet of het heel goed overkomt op de camera, maar ik vind hem toch wel heel erg mooi. Hij heeft me toch wel verrast. Toen ik hem eerst zag, dacht ik van, oh, wat gaat dit worden? Maar ik vind hem toch wel heel erg mooi. Ook in dat setje zit dus een mascara. Dat is deze. Ik heb mijn wimpers ook al gekruld, dus dat is op zich het probleem niet. We gaan alleen even naar het borsteltje kijken. Ja, en dit is dus een borsteltje waar ik niet van hou, want hij is van plastic. Dat vind ik een beetje jammer. Maar je ziet ook eigenlijk dat er heel veel mascara hier bovenop zit. Dus ik ga hem even afstrijken. Dus ja, dan gaan we hem maar eventjes aanbrengen. Ik weet niet zo goed. Hij heeft verder geen beloftes van krul of volume. Dus er staat alleen zwart op. Dus ik verwacht niet heel veel. Maar het wordt wel een uitdaging omdat ik dit borsteltje dus niet al geweldig vind. Beetje ingezoomd op de ogen, zodat we ook kunnen zien of de mascara wat doet. Hij is heel flexibel, dit borsteltje. Ik heb altijd dat mijn haren erin verdwijnen. Praten en mascara aanbrengen vind ik best wel lastig, dus vandaar dat ik nu wat stil ben. Beetje op de onderste wimperrand. Nou, zie je verschil? Die heeft mascara, die niet. Ik denk dat je het heel licht wel ziet. Ja, je ziet het wel. Hij maakt het inderdaad de wimpers zwart, maar meer is het ook niet. Laten we ook de andere kant maar gewoon doen. Want ja, één kant zonder mascara, dat is natuurlijk geen gezicht. Ik heb gewoon nu een zwarte pluk haar. Ja. Nou ja, mijn mascara zit erop. Mascara vind ik niet echt fantastisch. Hij is zwart, prima. Maar ja, hij doet inderdaad ook echt helemaal niks. Ik vind het borsteltje een beetje zeer doen. Dus die vind ik niet zo'n echt heel groot succes, moet ik zeggen. Nou, het laatste setje uit dat kitje is dus deze Liquid Lip Red Matte. Dus een liquid lipstick. Daar hou ik op zich wel van. Vind ik altijd wel leuk. En ik ben heel erg benieuwd naar de kleur. We gaan eerst even naar het borsteltje kijken of het applicatortje. Die is op zich prima. Hij is wel vrij kort. Het is ook niet echt een hele grote verpakking. Maar op zich ziet dat er goed uit. Dus laten we gaan aanbrengen, want ik ben best wel heel erg benieuwd geworden. Nou, we zoomen weer even in op de lippen. Ik breng hem heel voorzichtig aan. Hij is best intens. Je kunt er niet heel nauwkeurig mee werken, dat merk ik al wel. Hij ruikt wel weer super lekker. Ik vind hem wel heel mooi, de kleur. Het is wel echt een mooi rood kleurtje, dus... Ja, het is nu even wachten tot hij echt mat opdroogt, maar ik vind hem op zich niet verkeerd. Ondanks dat het kwastje toch een beetje te groot is om echt in de kleine hoekjes te komen, vind ik hem wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Nou, dan gaan we het allerlaatste product testen en dat is de setting spray. Dat is deze. Gebruik de setting spray als laatste stap na het aanbrengen van de make-up. De spray zorgt ervoor dat de make-up langer blijft zitten en creëert een matte look. Schud het flesje goed en houd het op armlengte afstand en spray 2 tot 4 keer in een X en een T vorm. Nou, laten we beginnen met schudden. Schud het flesje, schud het flesje.
Nou, hij is wel goed geschud. Hij heeft op zich wel een normale opening, zeg maar, waar de spray uitkomt. Dus een X en een T vorm. Nou, ik ben benieuwd. Oké, deze spray is echt super nat. Oh, jeetje. Ik dacht dat het een normaal spraydopje was. Het zit gewoon zelfs in mijn mond. Maar er komt zo'n harde straal uit. En hij is ook heel geparfumeerd. Op zich is het lekker, maar ja. Ik weet niet, ik heb dat bij andere fixing sprays normaal niet. Dus het is nu ook echt super nat. Ik heb echt het idee dat de druppels van mijn voorhoofd lopen. Oh, kun je dit doen? Nee. Ik vind dit, geloof ik, niet echt heel erg fijn. Ik heb nu een heel nat gezicht. Ik heb het gevoel alsof ik in de regen gelopen heb. Gatsie, dat was echt een tegenvaller. Nou, dan zit de look er helemaal op. Ik ga nog even de producten met je doornemen. Deze pre-make-up mask vind ik heel erg fijn. Hij brengt fijn aan, hij trekt goed in de huid in. Ook het aanbrengen daarna van je make-up voelt gewoon heel prettig aan, omdat er een soort van laagje op zit. Dat vond ik echt super fijn. Die vind ik fantastisch. Deze heb ik natuurlijk niet heel uitgebreid getest, maar voor de wenkbrauwen vond ik hem op zich prima. Ik ga even voelen, ze voelen ook niet hard aan. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dat je niet van die keiharde wenkbrauwen krijgt. Dus dat is top. De highlighter, die vond ik ook wel heel erg mooi uiteindelijk. Ik dacht eerst van, wat gaat het worden? Maar uiteindelijk vond ik hem toch wel heel erg mooi. Dus dat is ook heel fijn. De mascara vind ik tegenvallen. Het borsteltje is niet zo fijn. En hij doet verder eigenlijk niks voor je wimpers dan zwart maken. Ja, dat vond ik een beetje een tegenvaller. De liquid matte lipstick, die vind ik heel erg mooi. Hij is ook al mat opgedroogd, want als ik er nu aan zit, zie je geen afdruk. Dat is echt fantastisch. Ondanks dat het applicatietje van mij nog iets smaller had mogen zijn. Ja, en deze rakker, dat was natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk. Zo'n natte fixing spray. Ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Heel geparfumeerd. Het doet gewoon zeer aan mijn ogen. Want hij is een beetje op mijn ogen terechtgekomen. Nee, die vond ik niet heel fijn. Ik heb nog steeds een heel nat voorhoofd. Het begint wel een beetje op te drogen. Maar zo'n natte fixing spray. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat vond ik dan ook gewoon echt niet prettig. Nou, dan waren dit de producten van de Mau Mau collectie. Ja, op zich, voor het grootste gedeelte ben ik wel tevreden met de producten. Je hebt net gezien wat ik dus niet fijn vond. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf ook deze collectie hebt getest. Of dat je misschien denkt van, nou, ik heb nu gezien wat het doet. Ik ben er ook totaal niet benieuwd naar. Of ik zou bijvoorbeeld nog wel in de uitverkoopbakken willen gaan kijken of ik er nog wat zou van kunnen vinden. Ik denk wel dat het heel verschillend is per kruidvatfiliaal. Misschien dat op de webshop stond het nog wel. Dus ik weet ook niet hoe hard dat gaat. Maar ik vond het toch wel heel erg leuk om deze producten te testen met jullie en te kijken wat het doet. De geurtjes zijn wel heel aangenaam, alleen het is wel jammer dat er heel veel parfum in zit. Ik weet niet of dat helemaal aansluit bij vegan, want normaal gesproken ruiken vegan producten toch iets minder geparfumeerd. Maar in deze producten zit gewoon heel veel parfum. Ondanks dat irriteert het mijn huid niet, dus dat is natuurlijk wel een pluspunt. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond om te zien. Ik ben ook eigenlijk wel heel erg benieuwd wat je van de uiteindelijke look vindt geworden met deze producten. Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar staat een belletje. En als je die aandrukt, krijg je ook een melding van zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!